Zo, goedemorgen jongens, meisjes. Dat is een tijdje geleden dat ik een video heb opgenomen of heb geprobeerd op te nemen. Deels heel erg druk met mijn studie. Andere kant heel erg druk met mijn baan. En op momenten dat ik aan het water zat, had ik ook gewoon oprecht geen zin om te filmen. En dan kun je het wel proberen te forceren, maar dan word ik niet enthousiast. En dan worden het niet de video's die ik voor ogen heb. Nou, we zijn ondertussen aan het water. We gaan een dagje vissen op toch een redelijk druk bevist water. We gaan eens even kijken of we overdag gewoon een aanbeet kunnen afdwingen. Door middel van observeren, kijken waar we activiteit zien. En dan hopen dat we een visje kunnen vangen. Alleen bij aankomst viel me één ding op. En dat is dat de waterkwaliteit, de kleur van het water, heel erg slecht is. Bruinig, er drijft een rare laag op. Dus een indicatie dat de vis waarschijnlijk niet heel erg actief zal zijn. Hier ga ik rekening mee houden. Ik zal jullie het even laten zien. Als jullie het kunnen zien. Nou, dit drijft eigenlijk over het hele water. Kan ermee te maken hebben dat ze rondom alles gemaaid hebben. Nou ja, verder de omstandigheden. De wind zit in het oosten. De luchtdruk is 1031. Dus de middelste hengel gaat naar het ondiepe gedeelte met een zichtje. En dan gewoon een metertje boven de bodem. Kijken of ik daar actie krijg. Twee hengeltjes onder de eigen kant. En dan maar eens even kijken wat er gebeurt. Nou jongens, tijd voor actie. Ik ga even zorgen dat de hengels erin komen. En dan kom ik zo wel even bij jullie terug. Oké, nou wat ik ga doen. Ik heb hier links een heel mooi hoekje. Redelijk schone bodem. Ik voel gewoon 10 Milky Cream boilies van de Tackle Box. 20 mm. Die heb ik helemaal door midden gemaakt. Dus halve boilies. Dat zijn dus 20 stukjes. Nou, die voer ik hier. En dan leg ik daar een hengeltje neer. Dan kan ik hier gewoon lekker tussen de drie doorvissen. Daar zo. Ik zorg dat ik mijn autosleutels er niet in gooi. Ik druk echt net de GoPro uit en flop, en dan springt hier een vis. Net daar waar de zon het water raakt. Dus ik ben even heen gelopen. Ik heb daar gelijk een handje halve boilies neergegooid. En op het moment dat ik terugliep, sprong die iets daar links ervan. Het is net even een rothoekje om te gooien. En zeker met zwaar lood wil ik het niet verstoren. Dus ik ga tegen mijn principes in toch even mijn voelboot te water laten. En dat doe ik dan zonder dieptemeter. Het is een heel kort onderlijntje. Dus het is even de gok of ik hem in goed op de rand krijg van het harde en het zachte. Maar als dat lukt, dan lig ik heel scherp te vissen op een plekje waar in ieder geval vis zit. Op de her zit gewoon een halve boilie. Onderlijntje van 10 centimeter. Maar goed, dat laat ik jullie later wel even zien. Nou, dit is in principe het rigje. Heel kort. Nou, de eerste twee uur van de sessie verlopen erg rustig. Ik had het voornemen om te gaan verkassen. Alleen, ik was net een beetje aan het opruimen. Toen sprong daar een meter of 10, 8, naast mijn rechterhengel, toch wel een redelijke karper uit het water. En nou, ik wil het toch nog even de kans geven. Ik wacht het nog even af. Het wordt nu wat windstiller, dus misschien kan ik ook zien of ze daadwerkelijk een beetje aan het azen zijn op dat stekje. Maar voor de rest is het, ja, het is echt doodstil jongens. Het water heeft een hele gekke kleur. Dat heb ik al laten zien, denk ik. Maar hier kun je het verschil wel heel goed zien. Er zit
echt een beetje zo'n gele band in. Ik denk dat dat toch het grondwater is wat... Nou, dat horen jullie ook. Net naast die eenden. Ik denk dus dat dat het grondwater is wat het water in loopt. Dat het natuurlijk de afgelopen periode zo enorm heeft geregend. Maar goed, we geven nog even een uurtje extra de kans. Gebeurt er niets, dan ga ik toch verkassen. Welke kant ik dan op ga, of ik dan richting het diepe ga en daar met zichts wat ga proberen. Of nog verder naar de achterkant van het water waar het nog ondieper is. Waar de wind naartoe staat. En dan maar even kijken wat er gebeurt. Even de GoPro goed neerzetten. Het is tot nu toe erg rustig op een aantal springende vissen op de rechterhengel na. Dat zit me toch niet helemaal lekker. Dus wat ik nu even ga doen is dat ik de hengel uit het linkerhoekje heb ik binnengedraaid. De hengel waar de vissen telkens op springen laat ik gewoon liggen, vanzelfsprekend. En dan ga ik deze hengel even ombouwen naar een zichtrichtje. Het is daar 2,20 meter diep. Ik heb het vermoeden dat na al die regen, nu met dit mooie weer dat ze, en de hoge luchtdruk, dat ze dan toch redelijk bovenin liggen. Dus een zichtje 60 centimeter onder het wateroppervlakte moet dan hopelijk de oplossing zijn. We gaan het zien. Het was een fatsoenlijke vis. Dus ik vis met zich wel ietsjes grover dan normaal. Haakmaatje 8, White Cape X. En een 2800ste zichtlijntje. Je zult net zien dat je dan een dikke vis haakt en dat je hem niet vangt. Maar goed, andere hengel aan de overkant heb ik ook even opnieuw uitgevaren. Nu even met een geel pop-upje. Ook daar sprongen ze net een vis. Ze springen genoeg, alleen echt azen doen ze dus niet blijkbaar. Dus vandaar even overgestapt op een Forbidden Fruit pop-upje in plaats van een Milky Cream boilie. Kijken of dat met een klein beetje boiliekruim zo aan de dijk zet. En deze zicht die werpen we gewoon voorzichtig in. Niet te zwaar lood en dan een strak lijn. Moet voldoende zijn om hem te haken. Nou, ik laat het jullie zo wel even zien. Ja, wat zal het zijn, het zichtje? 1,60 meter lang. Ongeveer 2,20 meter diep. Dus ik vis net onder de bodem. Dus dan hoef je niet al te moeilijk doen. Dat is gewoon een normale led setup. Dus gewoon een metertje heli led-free leader materiaal, safety lead clipje, een 90 grams loodje voor het werpen en een zig uit één stuk. En that's it. Wat ik wel even doe is, omdat ik tegen de wind in werp, is dat ik een klein PVA stringetje eraan doe met één grote pop-up. Zodat ik zeker weet dat de boel niet in de knoop gaat. Nou, en dan moet het helemaal goed komen. Althans, dat is het idee. Zo, even een onderlijntje monteren en dan kan die erin. Zo. Goed, dit jaar toch al een aantal keer de zig uitgevaren en uitgeworpen, uitgelegd. Zelfs al een hele nacht hier nog gezeten met 3 zigs, maar dit jaar loopt het nog niet. Normaal gesproken pak ik elk jaar wel een aantal leuke vis op de zig. Zeker in deze periode, zo net voor de paai, of als er hele hoge luchtdruk is in de winter, maar ja, hier moet een beetje olie bij. Dit jaar, om wat voor reden, doen de zichtjes het een stuk minder. Geen idee waar het aan ligt. Nou, dit is mijn montage. Gewoon, zoals ik zei, White Cape X maatje 8. Thinking Anglers Sigaliner. Die zijn iets langer, waardoor je een betere inhaking krijgt. Nou, oranje, zwart foompje gezookt in de squid toe. Ja, meer is het niet. En dan een onderlijn van pak een beet 1,60 meter. Rechtstreeks vanaf het lood gevist. En die gaat erin. Nou, de hengel ligt erin. Kwam net misschien iets te dichtbij. Maar goed, kunnen we later altijd nog even weer herplaatsen. Laat hem even een uurtje of twee liggen. Is het niks, ga ik hem verplaatsen. Totdat ik tegen vis aanloop. De andere hengels laat ik nog even liggen, omdat daar nog steeds aasbelletjes komen. En
Ik was nog aan het filmen en toen gaf de GoPro dus een SD-kaartfout aan. Dus het laatste stukje is volgens mij dat je mij terug ziet lopen naar de pieper. En ik wil de GoPro oppakken omdat ik wat leven zie. En dan draait de vis en er gebeurt vervolgens niks met de GoPro. Hij neemt het niet op. Anders hadden we gewoon dus even een karper live op beeld gehad die bovenuit het water klapte. Maar goed, niet alles kan meezitten. Nou, het is best wel teleurstellend. Helemaal geen piep gehad. Ik ga dus verkassen. Ik ga niet afwachten. De vissen springen ondertussen hier niet meer, maar verderop op een gedeelte van het water. Dat houdt in dat ik helemaal naar de andere kant moet lopen. Maar goed, dat zij zo. Ik bedoel vanavond, hè? Dan zit ik aan de achterkant van het water en ik sta aan de voorkant geparkeerd. Maar goed, een stukje lopen is niet zo erg. Ik denk niet dat het hier er verder in zit. Helaas. Jammer, goed geprobeerd. Nou, blijven zitten heeft voor nu geen zin. Dus ik ga alles inpakken. Goede spullen op de trolling en dan sjouw naar de andere kant. Je ziet toch nog steeds dat het heel weinig wordt toegepast. Het vissen met echt boilie-kruim. Ik ben voor de instantsessie een zwaar fan. En ik gebruik nu ook wel wat grotere stukken, omdat ik mijn hele boilie op de hervis. Maar er gaan toch elke keer 2-3 handen boilies door de crusher. Waardoor je continu kleine voedseldeeltjes op je stek krijgt en de vis aan de gang houdt. En zo kun je met een kilootje boilies echt gewoon heel veel vis bereiken en ook heel lang actie houden op je stek. Alhoewel. Nou. Kijk, daar is hij dan. Super strak afgepaard mannetje. En, tegen de verwachtingen kwam hij nog even voorbij. Het water is doods, stil, bruin, hoge luchtdruk. Wind uit het oosten. Ik had eigenlijk helemaal niks meer verwacht. En net even visite. De jongen die de camera vasthoudt nu. En klapte de waker even tegen de blink aan. Hele rare drill. De lijn zat achter de lelies vast. En de vis zat ondertussen, nou ik denk een meter of 30 naar rechts. Nou, alles ging goed. We zaten een beetje raar gehaakt. Maar we gaan even een paar foto's maken en dan mag je weer lekker terug. Voor binnen fruitpop-upje weer. Super blij mee. De verkassen heeft geloond. Derde keer. Nou jongens, na deze instantsessie werd het weer alleen maar beter en beter. En wist ik op diverse wateren een aantal erg mooie vissen te vangen met de korst. En deze wil ik jullie toch nog even laten zien voordat ik de video daadwerkelijk afsluit. In ieder geval bedankt voor het kijken. Vergeet niet te abonneren en een duimpje omhoog te doen. En blijf zeker kijken naar het kanaal. Er komt straks een hele leuke videoserie aan waarin ik echt los ga op een dressuurwater. En uiteindelijk ook de topvis weet te vangen. Maar daarover zien jullie meer. 94 centimeter lang. Helemaal nog niet afgedrild.
Maar, oh, super mooie vis. Hallo. Hallo. Wat hast du denn da für ein großes Fisch? Danke. Ja. Wat een vis, jongens. Oeh. 15 kilo. Bijna 96 centimeter. Super lang, super sterk. En we gaan hem lekker terugzetten. Even een paar fotootjes. Dan geloof ik het wel. Echt super, super blij mee. Ah. Zo. Springen er bovenuit. Ik wil ook graag op de foto. Ja, misschien wel, ja. Kijk, mooi mannetje. Oh. Het is lang. Ja. Mensen. Behoorlijke vis. Ik heb me nog wel op de foto gezet, hoor. Oh, oké. Okay. Ja. Ja, ik ben aan het filmen, nog. Oh, dus, zo. Sorry. Oh, nee. Dan, Zo. Even rustig blijven, joh. Ja, deze ook weer op de foto. Ja, dat zie je niet zo vaak. Oh ja, ik wel, maar je kunt het aan zijn bekje willen zien. Nou, komt ie. Super lang. Super blij mee. Nou, even een paar fotootjes nog en dan mag je lekker terug. Ja, dit is hem. Ik hoop dat de camera een beetje scherp zat. Ik kan het niet helemaal goed zien. Maar super mooie rijen. Ik ga hem zo terugzetten. Even gauw een paar fotootjes en dan laat ik jullie het schubkarpetje zien. Die is een stuk kleiner. Ik word helemaal gek van de vliegen hier zo, achter mij. Oh. Maar wat een sessie, jongens. Uurtje vissen, drie stuks. Lekker. Oh. Vis nummer 2, super slank mannetje. Ik dacht dat het de grotere broer was. Er lag hier een hele grote schub, de azen. En ik dacht dat die de korst pakte. Helaas pindakaas. Maar goed, desalniettemin, twee vissen erbij. Super lekker. Nou, ik ga ze terugzetten.